dat moment van die Tadic met die test. Nou, moet je nou eens even goed kijken. Ja, dat kan toch niet? Ik heb al aardig wat gezien. Ik heb al aardig wat voetbal gezien in mijn leven. Maar dit, ik geloof dat ik dit nog nooit heb gezien. Dat er aanvoer zo midden in een wedstrijd. En dan zo met zijn hoofd. Zo dichtbij hier, met zijn voorhoofd. Wat is dit? Is die Dest in militaire dienst of zo? Wat slaat dit op? Nou zeg, ik kijk nog een keer. Ja, dat zegt mij al. Ik denk alleen maar aan mezelf. Nou, die sfeer, die is nog steeds niet goed op, hè, Ajax. Nee. Want nou, ja, Ajax moest winnen. Ja, oké, nou, gefeliciteerd. En dat hebben ze gedaan. Ze moesten winnen. En nou denkt iedereen in Amsterdam, hoe het lek is boven. Hoe kom je daar nou bij? Heb je Ajax gezien de eerste helft? Jongen, speelde als een dweil. En dan naar de krant. En zag je hoe vaak die Blinter werd uitgelopen? Moeiteloos gewoon. Ziyech, geen kokosnoot geraakt. Die Van der Beek, die is er nog steeds niet. Nog steeds niet. En zo gaat het maar door. Zijn nog allemaal een aantal spelers nog steeds niet in vorm. En ze hebben nog steeds niet. Dat briljante is nog ver weg. Nog helemaal zoek. Dus begin nou niet van, oh, we zijn er. Nee, totaal niet. En nog even wat, hè. Over 2 weken. Hé, let even op. Over 2 weken moet Ajax naar Rotterdam. Dan spelen ze in de Kuip. Tegen Feyenoord. Als Ajax zo speelt, zoals nu, vanavond tegen Heerenveen, dan wint Feyenoord.